Ja, kijk, nu is het helemaal af. Je gaat namelijk straks een tekst voorbereiden en dan gaan jullie straks allemaal door elkaar zitten, waardoor je allemaal van één iemand de tekst heeft die je voorleest. Het lesdoel is dus dat ze beschrijven wat hun gevoelens zijn bij de fragmenten van Carislee. Maar om ze nou allemaal te laten lezen, dacht ik, ik ga het een beetje combineren met technisch lezen. Je hebt zo een bingo-kaart gekregen. Je gaat daar willekeurig getallen 1 tot en met 30 opschrijven. Maakt niet uit welke, dat mag je nu doen, in stilte. Jullie hebben het niet eens doorgehad, maar ik heb ze opgehangen terwijl jullie aan het werk waren. Wat? Schuin, zo en zo. Nice. Dit werkt echt top. Dit. Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 9 december en het is weer tijd voor lichtjes. Alleen het is een hele opgave om alle lichtjes aan te zetten. Daar was ik me natuurlijk wel bewust van, maar ik was een beetje laat vanochtend. Dus, dat is wel handig. Die kan je gewoon in één keer aanzetten. Dus die hoeft er voortaan niet uit. Hoppatee. Gaan we even alle lampjes aanzetten. Die lampjes staan nu aan. Oh, dat is een werk, jongens. Maar ja, gezelligheid, hè? Even kijken. Hier nog een lampje. Hier nog een lampje. Alleen deze is er afgevallen. Dus dat moeten ze eventjes fixen. Oh, cute. Doe ik wel even hier. Hier zo. Schattig. Ik heb hier alleen geen lampjes in en die is ook leuk. En ik moet daarbij. Ik denk dat ik daar niet eens bij kom. Merry Christmas. Ik denk het niet. Nee, ik weet het wel zeker. Ik kom er niet bij. Wacht. Even kijken. Oh, ik kom erbij. Ja. Ja. Oké. Dan gaan we de licht uitdoen. Ja, dit is toch leuk? Ik was er nog één vergeten. Die. Kijk nou, hoe leuk. Alleen het is daar gevallen. Dus ik ga even kijken of ik dat snel kan fixen nog. Oh, mijn klok loopt niet goed. Nu is het helemaal af. Ja. Mijn kind heeft een muts voor mij meegenomen omdat ik het altijd koud heb. Hij geeft echt veel licht. Dan verdacht van Carislee. Oké, dat is hot or not. Oké, vooral geliefd onder de dames, maar ook de jongens. Paniek. Oké. Ik ga elk groepje ga ik één tekst geven. En die ga je voorbereiden, die ga je lezen. Dus die ga je oefenen met voorlezen. Want wat gaan we doen? Je gaat namelijk straks een tekst voorbereiden. En dan gaan jullie straks allemaal door elkaar zitten, waardoor je allemaal van één iemand de tekst heeft die je voorleest. Waardoor je het leesdossier makkelijker kan invullen. Want bij het leesdossier moet je zeg maar opschrijven wat het met jou doet. Dus je gaat nadenken. Dus stel je voor dat Ruby zijn verhaal voorleest. Dan kan je dat opschrijven met oké, wat vind ik ervan? Dat betekent dat één iemand dan voorleest en de rest in een leesdossier aan het schrijven is. Daarvoor zal het wat luidruchtiger zijn. Want je gaat dus even oefenen met voorlezen.
Wat ik dan adviseer is, stel jullie hebben een tekst samen, dat jullie de tekst even verdelen en dat jullie dan om de beurt gaan voorlezen en dan geef je elkaar even een tip. Van, oh, ik zou het juist zo vertellen, want ik denk dat ze het juist op die manier bedoelen. Dat de toon anders is of dat je rustiger moet lezen. Dus dan ga je ondertussen elkaar tips geven. Ik zou dat direct doen. Dus als Nick is geweest, gelijk een tip aan Nick. Dan het volgende stukje, ja? Ja. Krijg je een stukje van de tekst of moet je de hele tekst doen? Nee, je gaat de hele tekst in delen doen. En daarna ga je wel de hele tekst voordragen in een groep. Groepje. Niet voor de klas, maar in een groepje. Dan hot or not. Die is voor jullie. Het lesdoel is dus dat ze beschrijven wat hun gevoelens zijn bij de fragmenten van Carissier. Maar om ze nou allemaal te laten lezen, dacht ik, ik ga het een beetje combineren met technisch lezen. Dus hier vullen ze dan in, zeg maar, wat ze van de verhalen vinden. En dat doen ze dan op het moment dat iemand anders dan voorleest. Ik heb 6 groepjes, dus iedereen heeft een tekst gekregen. Het was een list om naar beneden te gaan. Tess kijkt, Victor zet aan. Wat bedoel je? Ik snap niet wat je wilt zeggen. Denk dan als ik al een tijd weer naar jullie kijk. Pijn te roken, maar komt geen. Let aan eerst in de bus. Ik praat altijd veel, dat weet iedereen in de klas. Wat is er gebeurd? Het lijkt wel nog meer. Oké, als je de tekst hebt gelezen, dan vul je even wel in het leesdossier van je eigen tekst in. Dus je vult alleen je eigen over je eigen stukje in. Is, je neemt zo je tekstenboekje mee en je leesdossier. Als ik zo heel even slim nadenk, dan zou het zo moeten zijn dat één iemand in je groepje blijft zitten en de rest op verspreidt over een ander groepje. Want dan krijg je als het goed is... Oh nee, toch niet. Ik dacht dus dat ik echt iets goeds had bedacht. Nee, want dan heb je niet alle teksten gehad. Er zijn zes teksten, dus je moet je verspreiden over 4 groepjes. Oké, nu weet ik het weer. Dus daar komen 6 kinderen en dan komen er 2 krukken. En daar, of nou, dit is al een groepje van 6, dus dat is handig. Ik dacht iedereen naar een andere tafel, maar dan heb je 4 verschillende teksten en er zijn er 6. Wat je nu gaat doen is, 1 iemand begint met lezen. Je leest dus dat hele fragment voor, niet een klein stukje, jouw tekst. Als je hebt voorgelezen, tijdens het voorlezen gaan de anderen al schrijven bij dat stukje. Dus wees duidelijk welke je hebt. Dus als Sef begint, dan zegt Sef, ik heb de tekst. Paniek, daarbij horen de hoofdpersonen. Wie? Jonathan en Ruben? Jorrit en Ruben. En dan zorgt de rest dat je die gaat invullen tijdens het lezen. En deze zegt je wel. Ik heb hem gezien. Hij is super gaaf. Was toch een freak. Zelfs als hij weg is, staat zijn computer nog aan. Deze heeft natuurlijk wel lekker zitten surfen. Hij is ook knap. Hij zou wel model kunnen worden. Je hebt zo een bingo kaart gekregen. Je gaat daar willekeurig getallen 1 tot en met 30 opschrijven. Maakt niet uit welke, dat mag je nu doen, in stilte. Ja, want ik dacht in principe, maar ik denk dat dat te klein is om het antwoord op je bingo kaart te schrijven. Maar dit wordt een beetje klein. Dus ik dacht, doe daar maar de getallen. Want met stift is dat te klein en doe je het in je schrift. Ja, denk het wel. Oké. Wat gaan we doen? Zoals je ziet, heeft iedereen hier een nummertje. Dat is jouw nummertje van wat jij bent. Dus Levi is 1, Scott is 2, dus je hebt een monstertje. Je gaat zoveel mogelijk punten verdienen. Hoe verdien je punten?
Je verdient punten door een rij te hebben van je bingo-kaart. Iedereen heeft iets anders. Hoe kan je die nou zoeken? Nou, elk kaartje heeft een nummertje. Jullie hebben het niet eens doorgehad, maar ik heb ze opgehangen terwijl jullie aan het werk waren. Wat? Ja, maar jullie hadden het niet door. Dat vond ik heel grappig. Die kaartjes hangen verspreid en in de school. Dus in de gang tot en met de keuken. Hier en hier. Hier zitten er 10. 5 zitten op de gang. En 15 zitten er op die gang. Dus dan weet je een beetje. Maar ja, je moet jouw nummertjes zoeken. Want je wil een bingo hebben. Als je een rij hebt. En een rij bedoel ik zo. Of zo. Of zo. Dan moet je naar je poppetje. Dus Robin, welk nummertje ben jij? 11. Dan ga je naar je poppetje. Dan druk je erop. En dan op task. Dat betekent dat je 1 bingo kaart hebt. Dat je 1 rij hebt. Heb je 2 rijen? Wat moet je dan doen, denk je? 2 keer klikken. Of hè, je doet 1 keer en daarna ga je nog een keer. Je gaat kijken in hoeverre je punten kan verzamelen. Je hebt namelijk een kwartier om te zoeken en om op te schrijven. Nou, je hoeft niet keihard te roepen bingo. Want daar heb je geen zin in. Je doet gewoon je monstertje en dan doe je daar een puntje. Is dat je het uiteindelijk moet gaan nakijken. Daarvoor heb ik nakijkbladen, dus ik stop de tijd. En dan gaan we kijken of je misschien een valse bingo had. Je houdt je schrift hier. Want dan ga je lekker bewegen. Die zoek je, dan schrijf je in je schrift het nummertje. Want anders kan je niet goed nakijken. Dus stel je voor, ik heb hier 5, 7, 29 en 11. Dan ga ik die zoeken. Dan schrijf ik het antwoord op in mijn schrift. Maar je kan je alvast een kruisje zetten van die heb ik nu gehad. Okay. Dan schrijf je nu op bij. Dan schrijf je hierop 5. En achter 5 schrijf je dus gebakken. Dit ziet er heel grappig uit allemaal. Nee. Oeh, je praat veel. Ja. Welke heb je? 29. Ja, openen. Dus de. Geopende. Ja, en die moet je opschrijven. Ja. Oh,
kijken. Nee, downloaden. Ja, ja, dat is goed. 18. Dat is goed. Smolten. 25. Dit is goed. Dit werkt echt top. Dit. Want ze komen en niet allemaal naar mij. Ik heb bingo. En het stimuleert ze om dus beter te zijn. Om veel punten te halen. Je hebt 21. Dus dit is heel leuk. Oh, 24 zien we ook. Oh, 24. En waar is 21? Kijk daar. Je kan wel degelijk 10 punten hebben. Want 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Dan zit je op 10. Yes, dit zijn de antwoorden. Dus kijk goed welk nummertje je hebt. En dan ga je hem even nakijken. Oké. Okay. Wie zegt, ja, ik heb het wel aardig goed gemaakt. Wat vonden jullie van deze nieuwe werkvorm? Leuk. Heel veel bewegen. Je kan dit ook buiten doen. Dat kan ook. Dit kan met alles. Het kan echt met alles. Dus het zou kunnen met rekenen, met spelling, met alles. Want het werkt zo. Je kiest hier getallen, je maakt kaartjes, je zoekt. Dus dit kan met alles. Dus deze bingo kaart, die heb ik gelamineerd, zodat we dat elke keer kunnen hergebruiken. Superleuke werkvorm. Deze werkvorm heb ik overigens van een collega. Die vertelde mij echt uit enthousiasme. Ik vertelde een werkvorm die ik had gedaan. En zij zei, oh, ik heb ook iets leuks. Toen had ze het over die bingo kaart en dat ze dan op de gang zoekt en dan een nummertje hier omschrijven. Dus dat had ze hetzelfde. En ja, dan gaat mijn hoofd gelijk aan met bij welke les ik het allemaal kan doen. Maar toen dacht ik, hoe handig is het als elk kind een bingo kaart heeft. En ik had dit erbij gebruikt. Dus zo heb ik weer een beetje mijn eigen sausje eroverheen gegooid. Ja, je kan het op verschillende manieren gebruiken, want met rekenen zou je bijvoorbeeld hier wel antwoorden in kunnen schrijven. En dan hoef je dat niet op een apart plaatje te doen, maar met het volgende woord als bijvoeglijk naamwoord is het natuurlijk een beetje te klein. Dus vandaar dat ik er cijfers deed, want anders zou je kunnen zeggen, ik doe hier in dat, ja hoe zeg je dat, gele, doe ik een cijfertje. En dan doe ik daarboven de antwoorden bijvoorbeeld. Maar nu, zoals je zag, dat was ook prima. Eerst zei ik een bingo kaart op je plek, maar dat was wel moeilijk. Dus de bingo kaart mee, maar je moest het wel op je eigen plek schrijven, waardoor er veel beweging was. Ze waren echt gemotiveerd. Ze waren een beetje druk op de gang. Dus achteraf had het ook wel buiten gekund. Dus dit kan buiten, dit kan overal. Maar deze werkvorm kan dus echt met alles, met rekenen, met spelling. Dus deze wil ik wel echt vaker doen. Want ze waren echt gemotiveerd om die punten te halen. Ze hadden nog nooit Klas Dojo gezien. Normaal gebruik je Klas Dojo. Kan je gratis aanmaken trouwens. Ik heb nummertjes van de kinderen gebruikt. Nummertjes van de lijst, zeg maar, wat ze weten. En normaal gebruik je dit voor complimenten geven. Dus per groepje. Ik denk dat ik dat volgende week ook ga doen. Ik denk toch, het werkt echt. Complimenten geven met die klasse dooien. En dan misschien, ja, dat groepje mag dan als eerste naar buiten. Dat is toch wel een goeie. En dan ga ik voornamelijk ook zitten op die weektaak. Want nu hebben ze een gesprek gevoerd. We hebben weer teams verwisseld. Elke 2 weken verwisselen we van plek. Dit keer mochten ze zelf kiezen. Nou ja, ik had een plattegrond gemaakt, maar die was kwijt. Toen zeiden ze ook, juf, deze keer mochten we zelf kiezen. Oh ja. En dan gaan ze echt zitten op het evalueren. Dus gaan we echt op vaste momenten weer reflecteren. Dus dat gaan we doen. Dan kan ik misschien het systeem gebruiken. Dus ik ga die groepjes ook even aanmaken zo. Maar dat werkte echt heel goed. Dus dat is mijn tip. Dank je Debbie voor deze werkvorm. Ik heb hem zelf ontworpen wel. En ik heb hem ook met haar gedeeld. Ik zeg, joh, als je dit klassificeert kan je het altijd gebruiken. Gewoon even daarna wissen. Dus ik heb ze nu even laten gummen. En deze kan ik dus weer inzetten. En dit is natuurlijk een voorloper op de Lumio quiz van kerst. Want daarin komt deze ook in voor, maar dan online. Dus dat werkt hetzelfde. Alleen dan moeten ze het online doen. Superleuk. Dus ja, weer een leuke vorm. Ik hou ervan. De gewone spellingles was echt drama. En ze hebben het beter gedaan bij deze werkvorm. Ja, ze kijken ook echt niet goed na. Het was echt om te huilen gewoon. Dus ik ga nu een werkblad pakken. Want deze instructie ga ik echt opnieuw doen. Ja, soms loopt dat zo. Maar kinderen waren gehaast. En
nakijken. Oh my lord. Dat was wel echt een dingetje dat ik denk, oké jongens, kom op, je kan wel goed nakijken. Ik weet ook niet, je mag fout maken, maar gewoon krullen zetten. En dan tegen mij zeggen van, is gewoon goed. Ik denk, nee, u kijkt niet goed. Oh ja. Kijk heel goed. Dus ik ga die les echt nog wel een keer herhalen. Dus die moet ik even plannen. Ja, ik ga voorbereiden op maandag. En dan ga ik op tijd naar huis voor het WK. Ik denk, want dan zeg ik het nu alvast, 2-1 voor Nederland. Mocht je deze willen, hij staat op mijn site. Ik denk dat ik hem zet bij bewegend leren. En dan, ja, eigenlijk kan je deze... Ik zet hem nu onder spelling, want ik heb er nu het bestandje met spelling. Maar je zou hem natuurlijk de eerste bladzijde overal kunnen gebruiken. Maar goed, bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.